Deze week reist Omroep Flevoland door Europa. Op zoek naar stukjes Flevoland over de grens. We gaan langs dorpen en steden met een Flevolandse naam. Vandaag België. Op 3 uur rijden van Flevoland vinden we in Vlaanderen het dorp Rutte. Rutte is een klein dorp met een zeer rijke geschiedenis. Ze zijn er maar wat trots op. De processie voor Pelgrim Evermarus en het martelarenspel dat daarbij hoort. Elk jaar op 1 mei gedenkt Rutte de moord op de Friese pelgrim Evermarus, die rond het jaar 690 in de bossen bij Rutte werd vermoord. Processies hebben ze in Vlaanderen wel meer, maar het martelarenspel, waarbij de moordpartij wordt nagespeeld, is volgens Ruttenaren uniek in de wereld. Het spel gaat over de roofridder Hakko, die geconfronteerd wordt met de pelgrims op hun terugweg van Santiago de Compostela. Er waren christenen in zijn burg komen overnachten. En doordat hij aan de christenen een hater was, en dan is de achtervolging ingesteld en we hebben die pelgrims gevonden en vermoord. Dat is een bloedige tafereel. Verleden jaar was het echt een bloedig tafereel geweest. Had ik wel even maar een Brits in de kop gekapt. Met uw... Met dat klein sabeltje, ja. Ja, want wat was de verwonding? Wat had even maar? Ja, toch wel een 4 centimeter boven zijn oog. En bloed liep. Spel of niet, het gaat er serieus aan toe in Rutte. Even Hakko of pelgrimspelen zit er niet in. De rollen gaan van generatie op generatie. Wie geboren wordt in een pelgrimsfamilie zal ooit pelgrim spelen. Overstappen naar het kamp van de roofridders is simpelweg onmogelijk. Mag u gerust zeggen, op 1 mei ben ik Hakko. Ja, en dan bent u in staat om die pelgrims kopje kleiner te maken. Dan. Om te zorgen dat er in de toekomst ook nog een enthousiaste Hakko in Rutte te vinden is, wordt het verhaal over pelgrim Evermarus aan de kinderen in Rutte verteld. Het dorp heeft door de leegloop sinds een aantal jaar geen eigen basisschool meer. Wel is er een kleuterklas met de toepasselijke naam Evermariske. Ik heb prachtige tulpen van de basisschool in Rutte. En die ga ik even afgeven bij de kleuterschool hier in het Belgische Rutte. Ja, dat is Evermarus. En is Evermarus blijven logeren? Nee. Ja. Ja, wel al anderen, maar wat gebeurde er? Ik weet niet of u het zelf gevoeld heeft, maar het is heel familiaal, kleinschalig. De geborgenheid is natuurlijk heel groot, een heel gezellig dorp. Ook doordat er nog zoveel activiteiten in het dorp zijn, veel verenigingen, waar ik zelf dan ook in zit. En ik vind het ook wel een dorp waar jong en oud nog samenwerkt. Dat vind ik wel fijn. Het is zelfs zo'n fijn dorp dat het in trek is bij buitenlanders. Er zijn ook heel veel mensen uit Nederland die naar hier komen. Er worden hier heel veel boerderijen verkocht en blijkbaar trekt dat wel aan met Nederlanders. En ja, ik denk misschien de gezelligheid ook. Ik weet het niet waarom. Misschien kunnen die Nederlanders nog zorgen dat het dorp weer een beetje... Wie weet, hè? Iedereen is welkom bij ons, dus multicultureel.